Hallo allemaal, ik wil jullie even een folielijm laten zien en wat folies. Kijk, kijk hoe mooi dit is. En hier een gouden folder overheen, zit heel goed. Hier ook een holografische, dit is allemaal op zwart hè. Hier gewoon met stukjes. Nou ga ik eventjes even wat laten zien. Ik heb hier een, even dat ding eronder zetten, dan blijft die nagel tenminste staan. Ik ga deze folie, kijk hoe mooi, die ga ik erop doen. Hij is een beetje, een beetje oranjeachtig aan de buitenkant. En de zilveren kant is aan de onderkant, dus daardoor kun je ook wel heel goed zien welke de goede kant is. Ik heb hier al lijm op zitten. Dus ik doe hem er zo overheen. Dan ga ik even met dit ding erover. Je kunt het ook gewoon met je nagel doen hoor. Maar even goed aan alle kanten laten vasthechten. Hier zitten we in dit, hier zitten, ja, deze folie is een pakketje van losse velletjes. Maar ze zijn zo mooi. Op deze op zwart is ook van datzelfde. Zie je wat voor kleurtje het geeft? Het is echt heel mooi. Dus nu wil ik hem eens even op rood proberen. Nou, ik zal het even met mijn vinger doen. Vaak zie je al dat hij loslaat. Kijk, daar komt hij. Kijk hoe goed hij pakt. Wauw. Hoe mooi is dit. Op rood. Het zijn zulke mooie folies. Maar ja, je kan allerlei mooie folies hebben. Maar als je geen goede lijm hebt. En ik heb echt al zoveel van die dingen geprobeerd. Maar ik heb nu, ik dacht ik ga dit eens even proberen, kijken of dat lukt. En het lukte gewoon. En je gaat niet geloven wat het is. Ik mag het hier niet vertellen eigenlijk, want dat is natuurlijk tegen onze eigen regels in. Maar we gaan één uitzondering maken, omdat ik weet dat jullie hier allemaal bij geholpen zijn. Wat gebruik ik? Let op. Het is een pen. En die gebruik je als volgt. Gewoon op de nagel zetten. Beetje inkleuren daar waar je de folie wil hebben. En laat me staan totdat die ook transparant wordt. En wat moet je nou... Waar kan je dat in kopen? Kijk, er is er eentje met een... zitten er twee in een pakje. Eentje met een beetje plattere tip. En eentje met een ronde tip. En als je dat eruit wil hebben, moet je het in eerste instantie even op papiertje doen. Moet je zo die stift indrukken, zie je? Dan komt de lijm erop. Transparant laten worden. Hij is bezig. Jongens, ren naar de action. Daar komen ze vandaan. Glue markers. De beste lijm voor folie. Echt. Mislukt echt niet meer. Even kijken welke ik hier even op ga doen. Ik zal zometeen... ik zal even kijken of ik die kan vinden. De linkjes van die... van deze folie en van die folie. Dat zijn... ja, ik heb ze ook in potjes. Kijk, dat zijn van dit soort holografische designs. Met allemaal kleuren krijg je erin. Ja, jullie zien de kleuren goed door het licht.
heb daar ook een potjes. Ik zal ze wel even opzoeken als ik hoop dat ik ze kan vinden. En dan zal ik ze wel eventjes erbij zetten. Dus ja, ik denk dat jullie morgen, vandaag nog, allemaal even langs de Action moeten om even wat van die stiften in te slaan. En ik heb trouwens, hoe ik die tipjes vast heb geknipt, nageltjes, zeg maar, van die opplakdingetjes. En daar zaten deze dingen bij. En dit is een soort van een siliconen plakker, die je dan, ja, waarmee je het eigenlijk op je eigen nagel moet doen. Maar daar kun je deze tipjes echt super goed mee vastplakken, want het zit gewoon goed vast. Je kunt het wel loskrijgen, zie je, het is een beetje siliconenachtig. En ook deze had ik ook besteld. Dat zijn gewoon losse van die. En het is eigenlijk hetzelfde. Dus die zijn echt heel makkelijk om te gebruiken. Daar zitten deze allemaal mee vast. Dit ook. En het, ja, het zit gewoon goed. Nou, ik hoop dat ik jullie weer blij heb gemaakt met een goede tip. En benieuwd naar al jullie creaties met de folies. Doei doei!